De Rotary Clubs in Suriname zijn gisteren gestart met een trainingsprogramma. Dit programma is onderdeel van de jaarlijkse projecten die de Service Clubs gezamenlijk uitvoeren. Een van deze projecten is de Rotary Youth Leadership Awards, RILA. Het doel van de RILA is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de educatie van Surinaamse jongeren. Aan hen wordt kennis en bekwaamheid met betrekking tot leiderschapskwaliteiten en de ontwikkeling daarvan bijgebracht. Amanda Jambaar, commissievoorzitter RILA Project 2019, zegt dat het thema dit jaar is Health Awareness and Wellbeing. En dat is een jaarlijks terugkerend programma dat we doen met alle drie de Rotary Clubs in Suriname. En dat is Rotary Club of Paramaribo, Rotary Club of Paramaribo Central, Rotary Club of Paramaribo Residence. En dat doen we dan samen met elkaar jaarlijks als Rotary Suriname voor onze jongeren tussen de 14 en de 30 jaar. Sinds 3 jaren, doen we het naast onze eigen jeugdclubs, onze Interact clubs die we hebben, Triple T en Canwe, hebben we ook onze drie Rotary clubs, Genesis, Fresh en Rotary Club of Paramaribo. Doen we het ook voor onze vrienden van Rotary, noemen we dat. Dat zijn ook jongeren tussen de 14 en de 30 jaar die we in de gelegenheid stellen om van dit mooie trainingsweekend van Rotary Suriname gebruik te kunnen maken. We hebben hier vanavond zijn we gestart. Om 5 uur op vrijdagmiddag hebben ze zich aangemeld. Het thema dit jaar is Health Awareness en Wellbeing. En in combinatie met leadership skills die we willen ontwikkelen met onze jongeren. Jambaar zegt verder dat de nadruk gelegd moet worden op het verder ontwikkelen van het karakter en de leiderschapskwaliteiten van de deelnemers. Ook de bewustwording op het gebied van de gezondheid komt aan de orde. De bedoeling is dat we hier vrijdag, zaterdag en zondag samen zitten met deze 120, 125 jongeren. En dat zij door specialisten en experts worden getraind op het gebied van dit jaar health en well-being. Maar ook om on leadership skills het beste uit jezelf te kunnen halen. En voor je omgeving end of the day ook te kunnen doen. So dat is heel erg belangrijk voor ons met deze RILA, met dit RILA evenement. Dat een jaarlijks terugkerend evenement. Dus we doen dit al een aantal jaren. Maar heel goed animo en heel goed bezocht. We kunnen maar een aantal faciliteren, maar de vraag is enorm. Men wil heel graag, de jongeren zijn echt heel eager en het zou heel mooi zijn als we dit naar een hoger platform kunnen tillen met elkaar. Voor nu hebben we hier vanavond, dit jaar 2019, hebben we hier 120 jongeren die we het hele weekend gaan ontwikkelen op leadership skills en zaadjes te planten voor het hele health en well-being gebeuren op jezelf en op je omgeving. Dat was Amanda Jambaar, commissievoorzitter van het RILA project 2019. Dit is een van de gezamenlijke projecten van alle Rotary Clubs in Suriname. Het programma wordt morgen afgesloten met een award-uitreiking die plaatsvindt in het Lalaroek gebouw.